Ja, die vrouw met die mooie stem. Ze is gearriveerd. Lana Wolff met haar nieuwe single. Afgelopen weekend werd de Wolf gezien in Nederland en daar ben ik blij mee, want zij is de gast in de studio. Goedemorgen, Lana. Goedemorgen, Willem. Hartelijk Hallo. Welkom. Dankjewel. Ja, we zijn blij dat je er bent. Lana, ben je een geboren echte geweest? Ja, een hele echte. Daar was ik even nieuwsgierig naar. Ja, een hele echte. Okay. Ik ben heel eventjes weg geweest in Zwolle. En toen kon ik weer terugkomen. Toen kon ik het oude huis van mijn opa en oma hier kopen. En dan ben ik opgegroeid. Dus ik dacht, nou, dat laat ik niet aan me voorbij gaan. En ik moet je ook zeggen, het is wel heerlijk centraal. Hè? Je zit dicht bij twee snelwegen. Je zit lekker dicht bij de bossen. Dus als ik zomers wil sporten, dan kan dat... binnen een kilometer zit ik in de bossen. Dus dat is allemaal wel heel lekker. Oké, okay, Lana, hoe oud was je toen je zeker wist, ik word zangeres? Oh, 2. Een jaar of 2 al? Ja. Oké, okay, dat is al heel vroeg. Ja, ja, ik heb eigenlijk nooit anders gewild. Heb je dan al het besef dat je zangeres wilt worden? Nou, ik toen wel, ja. Mijn geheugen gaat terug. Mensen geloven het niet, maar het is echt waar. En ik heb het ook gecheckt met mijn ouders. Mijn geheugen gaat terug tot 1,5 jaar ongeveer. Vanaf dat moment kan ik me eigenlijk bijna alles herinneren. Ongelooflijk. Ja. Nee, ik zou het me niet kunnen herinneren. Een jaar of 2. Ja, ik wel. En alles daarna kan ik me gewoon herinneren. En ik weet ook nog dat ik... vroeger had ik bedacht, want ik kon toen natuurlijk nog niet zingen. En toen had ik een platenbak van mijn moeder. En er zaten allemaal singeltjes in. En nou, Linda Ronstadt zat erin. Maar ook The Hearts of Soul. Ik weet niet of je die meiden nog kent. Uit Harderwijk. Harderwijk, ja, die hebben nog meegedaan aan het Songfestival. Klopt, met Waterman. Ja, klopt. Nou, die meiden die heb ik later nog een keer weer opgespoord. Eentje is ervan overleden inmiddels. Inmiddels heb ik een vriendschap met een van die meiden. Kijk aan. Maar dat vond ik zo mooi. En ik kon toen nog niet zingen. En toen had ik een apparaatje bedacht dat ik in mijn mond kon stoppen, waardoor ik dan kon playbacken, waardoor er toch dat mooie geluid uitkwam. Dus ik had allerlei... vernuftigheden. Ja, ik had al bedacht van hoe ik dat dan ging doen, maar dat ik zangeres of iets in het artiestenwereld zou gaan doen, dat was zeker. Oké, okay, hebben je ouders invloed gehad op hoe je nu bent? Op hoe ik nu ben? Wow, ja. Dat is wel een hele brede vraag, hè? Ja. Een klein beetje. Nou, kijk, qua muziek, het is natuurlijk wel waar je wat je thuis hoort, daar word je wel een beetje mee besmet. Hè? Dus muzikaal gezien denk ik wel. En voor de rest hebben ze zo goed mogelijk hun best proberen te doen. Maar op een gegeven moment dachten ze ook van, laat maar gaan, dat is geen redden aan. Nee, Lana is Lana. Ja hoor. We gaan een liedje draaien, dan gaat Bert-Jan Dokter even soundchecken. En ja. Diesmer Pontstein gaat even met de camera's bezig. Dus je gaat even naar die andere studio. Draai ik even een plaatje, straks praten we verder. En je gaat voor ons zingen zometeen. Wat ga je zingen, wat wordt straks je eerste liedje? Willen. Oké, plaatje dan maar. Een van jouw favoriete hits. Ja. Want je hebt zelf de playlist die nu gedraaid wordt samengesteld. Ja, vind ik erg leuk om te doen. Oké, dankjewel, Lana. We spreken zo verder. Nice, lieve brothers. In every headlight, yes. Down in Salem, and I've been from Tucson to Concarry to hatch a beat that's torn apart. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back roads I wouldn't get weighed. And if you give me wheat, white sand, wine, and show me a sign, and I'll be willing to be moving. And I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, and my head stuffed in, but I'm still on my feet, and I'm still. And I spun some smokes and folks from Mexico. Big by the sun every time I go to Mexico. Ah, but I'm still. And I've been from Tucson to Concarry to hatch a beat that's torn apart. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back roads I
And if you give me wheat, white sand, wine, and show me a sign, and I'll be willing to be moving. Nou, de keuze begrijp ik, Lana. Wel, hè? Ja, die kan ik wel begrijpen, ja. Mooie plaat. Ja, een van mijn favoriete bands. Heb je nog een mooie plaat gemaakt, volgens mij? Nog een mooi nummer. The Night at Roval Dixie Down. Ja, en daar heeft die zangeres ook gedaan. Hoe heet ze ook alweer? Ja, ik weet wie je bedoelt. Die... Ach, nou. We komen er straks nog even. Kom ik er zo meteen op, ja. Wat heeft jou beïnvloed om countryzangeres te worden? Nou, dat begon eigenlijk al heel vroeg, hoor. Want mensen denken ineens, jij country. Maar het is vanaf kinds of aan heb ik daar al naar geluisterd, hè. En Linda Ronstadt, dat was voor mij wel het boegbeeld, zeg maar. Toen ik haar hoorde zingen, wist ik het helemaal zeker. Ik wil zangeres worden. En vanuit daar ben ik gaan zoeken. En Linda Ronstadt, die coverde van heel veel bands en heel veel artiesten coverden ze alles. En zo kwam ik bij hele goede bands terecht en goede muzikanten. Waaronder Graham Nash, The Eagles. Was haar begeleidingsbandje natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. Was haar begeleidingsbandje inderdaad, zou ik zeggen. Ja, dus en weet je, dat is allemaal aanverwant. En door haar ben ik eigenlijk met allerlei goede bands in aanraking gekomen. En de Flying Burrito Brothers, dat waren eigenlijk de eerste band die een crossover maakte, moet ik eigenlijk zeggen, naar de country music. En zo is Nashville en de West Coast is een klein beetje bij elkaar gekomen. Ja, dat was mijn volgende vraag. Uiteindelijk ben je in Nashville beland en met veel verschillende muzikanten samengewerkt. Ja. En een album opgenomen in de States. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, nou, het was de tweede keer in de States. Mijn eerste album heb ik in New York opgenomen. En ik wist gewoon zeker, als ik ooit nog een keer wat ging doen, dat dan gewoon wel weer in de USA moest zijn. Omdat de manier van werken is daar gewoon anders. En Nashville, dat was wel een droom voor mij. En als je van country music houdt, dan moet je daar een keer geweest zijn. Dus überhaupt, als je van muziek houdt, ook al hou je helemaal niet van country music. Want er bestaat namelijk een verkeerd beeld over country music. Hè. Mensen denken allemaal maar van, dat is alleen maar Dolly Parton en voor de rest helemaal niks. Maar het is heel breed, hè? Want wat je net hoorde, dat schurkt ook tegen de country aan. Jazeker. En de West Coast heeft ook steelgitaren en fiddles. En weet je, dus het is een heel breed publiek voor. Er zijn gewone country rockbands. Ja, de Eagles is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Dat is ook een voorbeeld. Het is gewoon eigenlijk wel pure country wat zij spelen. Maar het beeld wat ik van Amerika heb, dat die straatjes en al die kroegjes, dat er altijd live gespeeld wordt. Ja, maar dat is ook. Dat is ook. Ik was, op een gegeven moment was ik daar. Ik ben altijd een dag eerder, vertrek ik altijd in verband met een jetlag en zo. En ik was daar. En ik dacht, wat moet ik nou? 'S ochtends om 6 uur, pling, oog open, jetlag. Ik dacht, weet je, ik ga downtown Nashville. En om 10 uur 's ochtends beginnen alle bands daar te spelen. Is dat zo? En dan gewoon geen rammelbandjes. Daar staan echte goede bands. Die beginnetjes, eindjes, breaks, alles klopt allemaal daar. En die spelen dan 4 uur. Ze kunnen niet eens naar het toilet. En eigenlijk alleen maar voor tips. Die verdienen helemaal niks. Maar daar stonden de beste muzikanten die ik ooit in mijn leven heb gezien. Oké, we praten straks weer verder. We gaan even weer een nummer doen zo meteen. Alright. Ik draai eerst even een plaatje, ook een favoriet van jou. Hoe kom je bij Tom Jones? Oh, die man die kan zingen en het is een leuk verhaal over Tom Jones. Tom Jones heeft ooit 1 zangles genomen. En toen zei die mevrouw, weet je, ga maar naar huis. Ik weet niet wat ik jou moet leren. Het is gewoon een natuurlijk geboren zanger. Was jij geen kolenmijnenwerker? Oh, dat zou wel kunnen, dat weet ik niet. Hij was wel de grote concurrent van Engelbert Humperdinck. Ja, dat klopt, maar ik vind hem wel een stukje beter, hoor, als ik heel eerlijk ben. Dat is zo, ik ga hem draaien. Staat in de lijst favoriete hits van Lana Wolff. En Lana zit weer in de studio tegenover mij om een cover te gaan zingen van de Four Non Blondes. Ja, dat was een verzoek voor jou, hè? Ja, ik vond dat je die plaat zo mooi zong. Oh, dankjewel. Ik ben blij dat je hem wilt zingen. Het is wel heel lang geleden dat ik hem heb gedaan, hè? Ik zou zeggen, Lana, doe je best, want je kunt het. Je hebt een mooie stem, dus zet hem op. All right. Big hill of hope. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man. For whatever that means. Into a crazy times when lying in bed just to get it all up. What's in my head and I'm start feeling. And
And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I'm screaming to the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh, 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 yeah. And I tried. I try all the time, and is this the truth? And I pray, oh my God, though I pray for sanctity, for revolution. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I'm screaming at the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, what's going on? Geweldig, ik vind het geweldig. Echt waar, Lana, hartstikke goed gezongen. Ik heb trouwens de Four Non Blondes live gehoord. Ja. Nou, dit is zeker zo goed. Nou, dat meen ik echt. Die kunnen naar huis. Ja, die kunnen wat ons betreft naar huis. Want ja, dit was gewoon grandioos. Zomaar op een woensdagochtend hier even in de Loco Studio. Ik ga nog een favoriete plaat van je draaien. En zometeen praten we even verder. Klonk hartstikke goed, echt waar. Dank je wel. Kenny Rogers, ook een van de favoriete hits van Lana. Ja, hoe kom je daar nou weer bij? Nou ja, Kenny Rogers, die man die heeft een stem. Eigenlijk in Nederland wordt die man gewoon niet zo heel erg begrepen, heb ik het idee. Iedereen doet een beetje lacherig over Kenny Rogers. Maar Kenny Rogers, man, luister naar die stem, naar die verhaaltjes die hij kan vertellen. Dat is niet normaal. Ik weet nog dat een hele tijd geleden ben ik naar Barneveld geweest. En daar was ik de jongste in het publiek. Nou, ik was ook de enige die bovenop de stoel stond. Dat dan ook wel weer. Maar ik vind het een stem. En die man die kan vertellen. Hij is echt een inspirator voor mij. En live ook? Nou, eigenlijk nog bijna beter dan op de plaat. Hoe is het mogelijk? Ja. Lara, wat moeten we eraan doen om de country muziek populairder te maken? Nou, sowieso Radio 2 een beetje mailtjes gaan sturen en twitteren en bestoken gewoon. Ja. Want zij doen veel te weinig. Het enige wat je hoort is Ilse. En Ilse is eigenlijk, de Common Linnets wel, maar daarvoor is eigenlijk al niet echt country meer. Waylon is ook niet echt country meer. Dus er wordt eigenlijk helemaal geen bal gedaan in Nederland. En ik word er een beetje moe van om er tegenaan te beuken. Dat zij denken te weten voor het Nederlandse publiek wat er gehoord moet worden of wat zij willen horen. Want ik zie het aan mijn theatershows dat wel degelijk er een hele grote markt is voor mensen die van country music houden en die op dit moment gewoon niet bediend worden. En dat is toch wel ernstig, vind ik. En het is een publieke zender, dus ik vind dat ze Nederlandse artiesten iets meer mogen ondersteunen. Zo. En de zangers en de zangeressen in de countrywereld zijn zeker zo goed. Nou ja, ja, weet je, er wordt heel lacherig over gedaan, maar doe het maar eens. Nee, maar doe het maar eens, weet je. Het is echt een stijltje, dat ligt je of dat ligt je niet. En weet je, je hebt met smaak altijd te maken. En smaak is super relatief. Hè. Je houdt van iets of je houdt er niet van. En weet je, dat mag iedereen weten. De een houdt van rock, maar je moet het bekijken in zijn genre. En kijk dan eens of het echt goed is, weet je. Okay. En daar wordt echt heel veel goede muziek in Nederland gemaakt ook. Lana, hoe vaak treed je op? Nou, op het moment ietsjes minder. Ik ben veel aan het promoten en ik ben me aan het klaarmaken voor mijn
theatershow. Aan het eind van dit jaar, eind september, dan ga ik met American Country Legends ga ik toeren. En dat is een show die ik opgezet heb voor de theaters. En daarmee gaan we heel Nederland rond. En dat is een show die een eerbetoon brengt aan alle country sterren die er ooit geweest zijn. Zo'n beetje echt van nu tot aan Rascal Flatts. Van vroeger tot aan Rascal Flatts. Alles wat ertussenin zit. Shania Twain. Maar ook Kenny Rogers natuurlijk komt er voorbij. Wat eigen songs van mijn album Good Hearted Woman. Die bij de local hoor ik heel vaak gedraaid wordt. Nou, ik zal hem morgen de hele dag in de ochtenduren tijdens mijn programma als alarmschijf draaien. Oh, zullen cool. We dat afspreken? Ja, leuk. Ja, superleuk. Elk half uur. Ja. Met die originele jingle erbij. Oh, te gek. Lijkt me hartstikke leuk. Ah, dankjewel. Ja, ik las onlangs dat zangeressen heel vaak, graag actrice willen worden. Oh, ja. Ja. Ja, de link naar actrice. Ja. Hoe denk jij daarover? Ja, weet je, als je een liedje zingt of je brengt een liedje, dan is het ook een beetje acteren wel, hè? Ja. Want je moet je helemaal inleven voordat ik echt het podium op ga of dat ik echt iets op ga nemen. Duik ik eerst helemaal in die tekst, dan denk ik, oké, wat wil ik nu eigenlijk vertellen? En dat is denk ik ook het mooie van de country music. Er worden echt verhaaltjes verteld. Wat je zojuist vertelde over Kenny Rogers. Ja. Zo is Lana dus ook op het podium. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Ik hoop mensen te raken. Want dat is het. Nou ja, ik zeg altijd, zingen is hetzelfde als dat ik nu met jou praat. Ik communiceer met je. Je staat op het podium. Je gaat een liedje zingen. Ga je dan ook een inleiding doen tegenover het publiek? Ja, soms wel. Ja. Als ik denk van dat mensen een achtergrond moeten weten van een liedje. Dan vertel ik dat erbij. Ja. Oké, Lana. We praten zo verder. Want je gaat nog een liedje voor ons zingen. En een uurtje is zo kort. Ja. Ik heb weer een liedje. Mexico van de Les Humphries Singers. Hoe kom je daar zo bij? Ach, daar word ik gewoon blij van. Oh, dat is een vrolijk liedje. Ja, het was een grote zomer dit ook, hè? Ja. 1972. Ja, onvervalste zoetekauw. Deze plaat, Les Humphries Singers. Hij kwam uit Duitsland, de man. Verhuisde naar Engeland. En die overige leden kwamen uit heel Europa. Maar hij was de baas. Zoals altijd, Duitsers zijn de baas. Je hebt een lijstje ingestuurd en ook de nummers die je live gaat zingen. En toen zag ik het nummer Don't Forget to Remember Me. Toen dacht ik aan de Bee Gees, maar dat is niet zo. Nee, het is niet van de Bee Gees. Het is een nummer, het is uitgebracht door de Carrie Underwood in Amerika. En het gaat over moeders die op een gegeven moment hun dochters uit huis moeten laten gaan. En daar wordt eigenlijk niet zo heel veel over nagedacht, maar het is best wel gevoelige snaar. Ja, maar het is heel, ik moet daar nog niet, ik heb dan een zoontje, maar ik moet er toch nog niet aan denken. En mijn moeder die had echt drie meiden. We waren met drie meiden thuis. Oh, kijk aan. En die was echt binnen 2 jaar was ze alles kwijt. Weet je? Dus iedereen ging op kamers of samenwonen. Dus wat dat betreft, ja, dat is wel iets wat ik toen de tijd toch wel een beetje onderschat heb. En wat ik nu ik zelf iets ouder word. 25. Maar dat ik dat nu eigenlijk ga realiseren. Ik dacht, oei, voor die moeders. Och, wat erg. En dan moet ik er ooit zelf ook nog een keer doorheen. Oké, staat op je laatste langspeelplaat. Ja, klopt. Oké, ga je gang, Lana. Ja. We zijn benieuwd. She took my hand and said, baby, don't forget. Before you hit the highway, you better stop for gas. There's a 50 in the ashtray in case you run short on cash. Here's a map and here's a Bible. If you ever lose your way, just one more thing before you leave. Don't forget to remember me. This downtown apartment sure makes me miss home. And those bills are on the counter, telling me I'm on my own. Just like every Sunday, I call mama up last night. And even when it's not, I tell her everything's alright. Before we hung up, I said, baby, don't forget to tell my baby sister I'll see her
calls her. Yeah, I should give her a call. Make sure you tell Daddy that I'm still his little girl. Yeah, I still feel like I'm where I'm supposed to be. Don't forget to remember me. Tonight I find myself kneeling by the bed to pray. I haven't done this in a while, so I don't know what to say. Lord, I feel so small sometimes in this big old place. Yeah, I know there's more important things. Don't forget to remember me. Don't forget to remember. Ja, wederom prachtig gezongen, Lana. Een gevoelige plaat. En ik begrijp je nu, je bent zelf moeder en die plaat spreekt je dus hartstikke aan. Enorm, ja. Ja, en zelf als dochter meegemaakt. Ik praat zo met je verder. Even een bakje koffie en dan praten we verder. Zullen we dat afspreken? Ja. Oké, deze plaat heb je ook uitgekozen. James Taylor. Carolina, In My Mind. In My Mind, I'm on. Say nice things about me, 'cause I'm gone. James Taylor. Mooie stem. Ah, te gek. En wat heb je met James Taylor? Nou, James Taylor, daar ben ik ook al heel lang fan van. Ik heb nog een leuke anekdote over James Taylor. Ik was 2 jaar geleden was ik bij James Taylor na zijn concert in Amsterdam. En ik dacht, wat speelt die man toch slordig, dacht ik. En het is natuurlijk James Taylor, dus dat mag ik niet denken. En toen kwam ik een aantal muzikanten tegen die ik kende. En die zeiden ook, ja, het is wel heel slordig. Ik durf het niet te zeggen. Ik zei, nou, ik heb precies hetzelfde. Daarna mocht ik James Taylor ontmoeten. En toen bleek hij echt zo dronken als een kanon te zijn. Kijk, dus dat verklaarde echt een heleboel waarom dat niet helemaal goed ging daar. Maar ja, dat is natuurlijk een icoon voor zijn soort muziek. En ja, weet je, een van de mooiste stemmen ever. En een goede songwriter. Je bezoekt veel concerten. Iets op van een ander? Ja, nou, heel veel niet. Dat je denkt van, nou ja, dat beïnvloedt jezelf dan. Ja, nou, ik ga minder naar concerten dan dat ik zou willen, omdat ik niet van de mensenmassa's eigenlijk hou. Wel als ik op een podium sta, maar niet als ik ertussen moet staan. En Nederland heeft tegenwoordig het rare dat ze overal doorheen willen praten. Dus als ik naar een concert ga, dan staan mensen naast mij keihard te tetteren. En ik erger me daar kapot aan. Dan denk ik, ja, weet je, ga in de kroeg staan, maar ga niet mijn concert vergallen hier. Want ik wil luisteren naar wat die artiest te vertellen heeft of te zingen heeft. En weet je, Nederlanders die en heel de wereld heeft het er echt letterlijk over ons land. Hè? Als ze hier naartoe komen, dan weten ze al dat mensen er doorheen gaan lopen lallen. Ja, weet je, dus ik vind het niet zo leuk meer. Tenzij het een theater is of een luisterconcert. En met James Taylor, dat is natuurlijk een iets ouder publiek, toch wel, met alle respect. Maar die weten zich nog te gedragen. En die had een borreltje genomen, die James Taylor. James Taylor wel, ja. Oké. Okay. Lana, je bent een heel veelzijdig type. Radiomaker, Uur van de Wolf. Ja, ja. Hoe komt dat zo? Nou ja, ik probeer het kort te houden. Rob Stenders, die had me ooit eens een keer gespot. En die dacht, nou, een vrouw die ook nog verstand heeft van muziek, die kom je bijna niet tegen. En die ook nog kan praten ook nog. En die ook nog een weerwoord durft te geven. En nou ja, eigenlijk alles wat het zou moeten hebben voor de radio. Een sidekick. Dus daar ben ik ben begonnen als sidekick bij Rob Stenders. Om gewoon een beetje te voeren. En ik hou enorm van de ahoeren. Het kan mij niet gek genoeg zijn. En nou ja, dat heb ik 5 jaar gedaan. Op een gegeven moment heette het programma ook Siebelink, Wolf en Stenders. Met Fred Siebelink ook samen. En hebben we een 5 jaar lange programma gehad. En op 3FM ben ik nog een tijdje sidekick en regisseur ook daar geweest. Dus ja, en toen was het tijd voor een eigen programma. Oké, je geeft zangles, je hebt de eigen praktijk. Ook nog, ja, dat doe ik 3 dagen in de week van maandag tot en met woensdag geef ik zangles. En ja, dat vind ik superleuk om te doen, want er is heel veel talent in Nederland, hè. Ja. Dus ja, ik vind het fantastisch leuk om jong talent gewoon dan dat mee te geven, waar ik heel lang over heb moeten doen. Want vroeger
ja, toen was dat allemaal niet, moest je toonladdertjes zingen en dat soort dingen. En ja, dat is echt wel veranderd, de zanglessen van toen en nu. En ja, dat vind ik superleuk om die mensen te begeleiden. En sommigen zijn al bij Joop van den Ende terechtgekomen in de musical. Dat wou ik je vragen. Ja. Zijn er al mensen die... Ja, zeker. Die gaan als een speer. Ik doe dit natuurlijk al een tijdje. En die mensen die komen nu allemaal langzaamaan. Zeker de jeugd die ik vanaf een 10e... 11e heb opgeleid, die komen nu echt ergens terecht. En ja, daar ben ik wel super trots op. Leuk. Dat kun je dan ook zijn. Ja, dat ben ik ook. Ga je ook kijken dan naar zo iemand? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Dat doe ik altijd. Ja, ik ga altijd 1 keer per jaar probeer ik mijn leerlingen te bezoeken tijdens een concert. Ja, dat hoort er gewoon bij. Lana, je bent volgens mij iemand die helemaal vol zit met ideeën, allang weer iets heeft uitgestippeld. Ja, wel. Nou, vertel even het volgende. Nou, waar ik nu echt heel erg druk mee ben, dat is echt die theatershow. Dat heeft nu prioriteit. En ja, dan wil ik toch wel weer richting Amerika. En op dit moment word ik in Engeland gepromoot. Dus er zijn wel wat dingen gaande overal. Maar ja, weet je, ik wil eerst iets hebben om te laten zien, in plaats van iets roepen en dan pas doen. Dus, Okay. Goed voorbereiden. Ja. Absoluut. Eerst alles kan en kruiken en dan hoor je het wel heel ver. Oké, zit er alweer een nieuwe langspeelplaat in je hoofd? Ja, die zit er wel in. Alleen, weet je, financieel, die theatershow die kost ook niet niks. Dus Ik moet het wel een beetje spreiden op dit moment. Dus als dat een succes wordt, dan heb ik ook weer een beetje geld om dat soort dingen te gaan doen. Ja, het lijkt me allemaal wel hartstikke duur. Amerika. Ja, dat is wel. Ik werk alleen maar voor dat soort dingen, lijkt het af en toe. Je werkt hard voor datgene wat je doet. Ik werk ontzettend hard. Ja, ik kan niet anders zeggen. Lana, ik wens je veel succes. Dankjewel. En ik vond het hartstikke leuk dat je hier was. En ik weet zeker dat we ooit nog een keer weer een ontmoeting hebben hier misschien. Vast. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben de buurvrouw. Dan. Ja, je bent de buurvrouw. Ja. Ik heb nog 1 mooie plaat van de Eagles klaarstaan. Oh, mooi. Die gaan we dus even kijken. Hoor. Die gaan we starten. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Het is ook de laatste plaat trouwens. Want we gaan richting 12 uur. Gerrit van der Linden. Ja, het is een uurtje. Gerrit van der Linden staat al klaar voor zijn programma De Nedertalen zometeen. Lana, veel succes. En het was hartstikke leuk. Echt waar. Thank you.